Vandaag mag ik u als gast van ons hartelijk welkom heten bij de opening van ons wereldhuis, de plek van ontmoeting. In het bijzonder geldt dat voor de wethouder, de heer Van Dalen, die straks nog aan het werk zal moeten om de opening te realiseren. Maar natuurlijk ook vertegenwoordigers van de kerken die dit project gezamenlijk dragen, vertegenwoordigers van maatschappelijke en sociale organisaties, van de gemeente, het onderwijs en natuurlijk onze sponsor. Maar zeker geldt dit welkom onze vrijwilligers en oude en nieuwe medelanders. Zij die door hun inzet hebben bijgedragen aan een schoon gebouw, een fleurige tuin en al het lekkers dat voor u en ons is klaargemaakt. Rondom de plek van ontmoeting in de hal van de school zijn de lokalen volop in gebruik. Het doorgeefluik voor huisraad en kleding voor nieuwe medelanders vult een viertal ruimte. Er is een klein kantoortje, een computerwerkplaats gerealiseerd. In de voormalige hobbyruimte is een fietsherstelplaats ingericht waar Yusuf Madavi en andere vrijwilligers op de woensdagmiddag en soms de avond zorgen dat de door u aangeboden fietsen een nieuw leven krijgen. Ik maak gewoon opknappen en dan leidt hij die op, geeft aan de nieuwe mensen die komt in de houtinboom, bijvoorbeeld vluchtelingen met de mensen. Dat doen wij zo gewoon. Speellokaal kent invulling als creatief, thematisch schilderen en collages maken. Voorlopig op de maandag en dinsdag. Verder dient het op donderdagmiddag als leslokaal voor Nederlandse les aan kinderen van vluchtelingengezinnen. Op woensdagavond is het, voorlopig op proef, het domein van het interkerkelijk blazersensemble. Er is een ruimte waar men zich in stilte kan terugtrekken. Deze is ingericht door de zingevingsgroep. Er is gelegenheid voor kleine kinderen die meekomen met hun ouders om in een aparte ruimte te spelen met allerhande speelgoed. Waardoor de ouders rustig hun nieuwe huisraad kunnen uitzoeken. Inmiddels is er ook een start gemaakt met de stadsmoestuin, die in de loop van de zomer tot wasdom moet komen en die we te zijner tijd willen uitbreiden rondom het wereldhuis. Vanmiddag mag u daaraan meewerken. Andere initiatieven zijn al aangemeld. Waarbij altijd gekeken wordt waar de verbindende factor zit met het ontmoeten en welke mogelijkheden het biedt om sociaal isolement van de medemens te doorbreken. Stichting Family Factory en Stichting Roos Foundation. Zij wilden graag bij ons inwonen en maken nu als medegebruiker de exploitatie mogelijk. Dat had niet gebeurd zonder dat een aantal Joop Aleid, noem het op, Ria Verwijn met het taalonderwijs, als die niet hadden gezegd van het kan allemaal zijn, maar we gaan toch door en het komt er en het staat er. Dus ik wil ons daar van harte mee feliciteren en ik ga graag aan het werk, Joop. Allemaal even opletten. Thank you.